deze week inleveren. Dames en heren, wij zijn er doorheen. Dank voor uw aandacht en graag tot zondag. Dag. Er waren vandaag weer verkiezingen in Portugal, waarbij vooral een nieuwe partij van president Eanes de aandacht trekt. Investeren in de derde wereld wordt aantrekkelijker, omdat IMF en Wereldbank in Seoul hebben besloten dat politieke risico's kunnen worden herverzekerd. Goedenavond. In Portugal zijn een paar minuten geleden de stembussen gesloten. Het was weer verkiezingsdag in het land dat in de 11 jaar na de Anjerevolutie 15 regeringen heeft gehad. De 15e was een coalitie van socialisten en rechtsliberalen. 2 jaar hielden ze het vol, een record voor Portugal. Maar deze zomer stapten de rechtsliberalen eruit. Iedereen in Portugal is het erover eens dat er nu een sterke meerderheidsregering nodig is om beslissingen te nemen en de armoede aan te pakken. Maar men is het er tegelijkertijd over eens dat zoiets ook dit keer niet mogelijk is. Hoewel zonder veel hoop dat deze verkiezingen de crisis echt zullen oplossen, kwamen bijna 6 miljoen Portugezen stemmen. President Eanes gaf zelf het goede voorbeeld. Hij is een soort vaderfiguur geworden in de 9 jaar dat hij al staatshoofd is en had ook een oproep gedaan tegen de stemonthouding. Zijn echtgenote, Doña Manuela, heeft een opmerkelijke rol in deze campagne gespeeld door in feite op te treden als lijsttrekker voor de nieuwe partij van Eanes-aanhangers die nu voor het eerst meedoet. Premier Mario Soares wil net zo populair zijn als Eanes en kust dus ook zijn fans. Maar hij weet dat zijn socialistische partij nauwelijks kans maakt om de meerderheid te krijgen die er nodig is voor een stabiel regeringsbeleid om de problemen in Portugal te kunnen aanpakken. Vooral voor de komende toetreding tot de EG is dat onmisbaar. Toch werd het huidige coalitiekabinet ten val gebracht door Cavaco en Silva, die een meer rechtse koers wil inslaan. Hij maakt even min veel kans op de meerderheid. Er zal dus wel een nieuwe, andere coalitie gevormd moeten worden in Portugal, misschien met de nieuwe Eanes-partij. Of zo'n coalitie een lang leven beschoren zal zijn, dat verwachten weinigen in Portugal. Het wordt zelfs waarschijnlijk geacht dat al volgend jaar nieuwe verkiezingen nodig zullen zijn. De Amerikaanse dollar, de schulden van de derde wereld en de handelsproblemen in de wereld. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen op de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. Gesprekstof genoeg dus voor de ruim 8000 ministers, bankpresidenten en bankiers die vanaf vandaag bijna een week lang bijeen zijn in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De bijeenkomst van IMF en Wereldbank is zo belangrijk voor de financiële wereldtop, omdat hier het beleid voor het komend jaar gesmeed wordt. Officieel begint de bijeenkomst pas dinsdag, maar nu worden er op allerlei voorvergaderingen al spijkers met koppen geslagen. Zo kondigde de Wereldbank vandaag de oprichting van een nieuw fonds aan. Bedrijven die in ontwikkelingslanden investeren, kunnen de politieke risico's hiervan voortaan herverzekeren bij de bank. Voor dit doel wil de bank 3,5 miljard gulden bijeen zien te krijgen. Het voorstel past binnen de grote aandacht die landen met veel schulden op de bijeenkomst krijgen. De vandaag door minister Ruding voorgezeten vergadering van het belangrijkste beleidsbepalende orgaan van het IMF stond ook grotendeels in het teken van de schuldencrisis. Veel van de ontwikkelingslanden met een gezamenlijke schuld van ruim 800 miljard dollar kunnen steeds moeilijker terugbetalen, ondanks dat hun exportinkomsten door het aantrekken van de wereldeconomie zijn gestegen. Banken worden daarom steeds huiveriger om nog geld uit te lenen. Om de banken toch over de streep te trekken, is de Amerikaanse minister van Financiën, Baker, vandaag met een aantal opvallende voorstellen gekomen. Kern daarvan is dat de Wereldbank zich voortaan borg moet stellen voor nieuwe bankkredieten. Dinsdag maken de Amerikanen hun precieze voorstellen bekend voor de grotere rol die de Wereldbank moet krijgen. Bij het atol Mururoa in de Stille Zuidzee is opnieuw een zeiljacht aangekomen dat deelneemt aan het internationale protest tegen de Franse kernproeven in dat gebied. Het is de Breeze uit Nieuw-Zeeland. 2 andere jachten zijn nog onderweg. Vanuit een Franse helikopter legde een cameraman de aankomst van de Breeze vast. Het jacht sloot zich aan bij het milieuschip Greenpeace en het jacht Vega die al eerder waren aangekomen. Volgens de Fransen was er gisteren een incident. Toen de Greenpeace plotseling opstoomde en rakelings langs een van de Franse marineschepen voer. Maar Greenpeace ontkent dat er zoiets als een incident was. Als Frankrijk zich beklaagt, moet het eerst maar eens uitleggen waarom het ons achtervolgt in internationale wateren, zei een woordvoerder.
Syrische militairen zijn Tripoli binnengetrokken. Men was het namelijk eens over een vredesplan voor die Noord-Libanese stad Tripoli. Een plan dat een einde moest maken aan 19 dagen vechten daar. Onderdeel van het plan, de controle over de stad geven aan Syrische soldaten. En dat gebeurde vanmorgen. De elkaar bestrijdende partijen leverden hun wapens in. Onze correspondent Arnoud van Linden was erbij. De Syrische soldaten trokken bij dageraad Tripoli binnen. Alles verliep volgens plan. Nergens werd er meer gevochten. Honderden soldaten werden verspreid over alle belangrijke punten in de stad. Zeker 50 tanks werden naar de haven gestuurd. Economisch het belangrijkste deel van de stad. Maar daarnaast ook de plaats waar de moslimfundamentalisten hun wapens aangevoerd kregen. Op vrijdag werd een akkoord tussen de fundamentalisten en de Syrische regering ondertekend, waarmee een eind werd gemaakt aan de hevige slag om Tripoli. Al 3 weken werd er gevochten tussen de fundamentalisten en linkse, door Syrië gesteunde milities. Het akkoord betekent een nederlaag voor de fundamentalisten. Zij zullen moeten aanvaarden dat Syrië nu de macht in de stad in handen heeft, terwijl zij en hun linkse tegenstanders beperkt worden tot het openen van slechts enkele kantoren. Vrede nu in een stad die door de moordende beschietingen van de afgelopen week echter voor een groot deel vernietigd is. Honderden flatgebouwen zijn in brand gevlogen of verwoest onder het geweld van de granaten en raketten. President Duarte van El Salvador is bereid in te gaan op de eisen van de guerrillagroep die een maand geleden zijn dochter en haar vriendin ontvoerde. Duarte wil 22 gevangen guerrillastrijders vrijlaten. De 35-jarige Ines Duarte en de vriendin werden op 10 september in de hoofdstad San Salvador uit hun auto ontvoerd. Sindsdien hebben de ontvoerders verschillende keren bewijzen gegeven dat ze nog leefden. De guerrillagroep eist de vrijlating van 34 gevangenen voor vanavond 9 uur onze tijd. Maar president Duarte, die per radio met de ontvoerders heeft gesproken, zegt dat 3 al eerder vrij zijn gelaten en dat 9 vermoedelijk dood zijn. En zo blijven er 22 over die hij nu wil laten gaan. Het radiogesprek tussen de president en de guerrillagroep is afgeluisterd door verslaggevers. De aardbeving in Mexico. Met de ontdekking van een nog levend jongetje onder het puin werd die ramp met duizenden doden tot een minidrama. Zou men er nog in slagen dat kind onder de tonnen puin vandaan te halen? Een minidrama met een trieste afloop. Mexico, Ferry Versteeg. Na 5 dagen van intensief spitten en graven is in Mexico-stad de hoop opgegeven dat de 9-jarige jongen Luis Navarrete nog in leven is. Het nieuws kwam na 2 uur van intensieve geluidstesten in het gebouw waar Luis sinds de aardbeving van 19 september vastzit. Afgelopen dinsdag, 12 dagen na de ramp, hoorde men geluiden in het verwoeste gebouw waar Luis werd bedolven. Via klopsignalen wisten gehelmde reddingswerkers contact met de jongen te leggen. Zij zwoegden onder grote publieke belangstelling dag en nacht om hem via tunnels te bereiken, maar vergeefs. Zaterdagmorgen volgde ernstige tegenslag. Reddingswerkers bereikten de slaapkamer waar men Luis hoopte te vinden, maar hij was daar niet. Kort daarop stortten ook grote delen van de tunnels in die de reddingswerkers de afgelopen dagen hadden gegraven. Intussen beantwoordde Luis de klopsignalen van de reddingswerkers niet meer. Vanmorgen zei de leider van de reddingsoperatie: "Wij krijgen geen antwoorden meer uit het puin. Het is onmogelijk dat Luis nog in leven is. Het zoeken wordt toch nog met zwaar materieel voortgezet." Maar zojuist werd bekend dat ook die zoekactie is gestaakt. Israël wil binnen 48 uur van Egypte een verklaring voor het incident waarbij gisteren in de Sinaï 7 Israëlische toeristen zijn doodgeschoten. Volgens president Mubarak van Egypte is de dader een waanzinnig geworden politieagent en heeft beloofd dat de man berecht zal worden. Maar Israël zegt nu dat de dader een soldaat was en dat Egypte mogelijk in strijd met het vredesverdrag legereenheden heeft gelegerd in de Sinaï. Het incident gebeurde in de badplaats Ras Burka, op 45 kilometer van de Israëlische grens. De lijken van de 7 doodgeschoten Israëliërs zijn gisteravond naar Tel Aviv gevlogen. Het waren 4 kinderen, 2 mannen, 2 vrouwen en een man. Ze werden gedood toen een politieman of soldaat plotseling wild begon te schieten. Ook doodde hij zijn eigen commandant. Maar volgens Israëlische badgasten zou er uit verschillende richtingen zijn geschoten. Vandaag zijn de slachtoffers begraven. Er was grote publieke belangstelling.
Rechtse politici hebben erop aangedrongen dat de Israëlische ambassadeur uit Cairo wordt teruggeroepen. Maar voorlopig gaat de Israëlische regering er, net als de Egyptische, van uit dat het een incident is dat overal had kunnen gebeuren. Op de begrafenis was ook de fel omstreden rabbijn Kahane, die alle Arabieren uit Israël en de bezette gebieden wil deporteren. Als gevolg van een uit de hand gelopen grap zijn 84 Nederlandse militairen in het ziekenhuis terechtgekomen. Dat heeft het ministerie van Defensie meegedeeld. De militairen zijn, uit voorzorg, opgenomen in het militair hospitaal in Utrecht. In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden ze rook uit een zogeheten rookpot naar binnen gekregen. Dat gebeurde in het West-Duitse Zeedorf, waar ze gelegerd zijn bij de Charlie Compagnie van het 42e Panzerinfanteriebataljon. Die rookpot was ontstoken in de gang van een gebouw waar de militairen lagen te slapen. Hoewel er geen directe klachten waren, werden de soldaten gisteren toch naar het ziekenhuis overgebracht. Een aantal van hen is daar inmiddels alweer uit. De weersverwachting tot morgenavond. Vanuit het westen toenemende bewolking, vannacht in het westelijk kustgebied en morgen ook elders in het land af en toe regen. Minimumtemperatuur ongeveer 11 graden, morgenmiddag rond 17 graden. Wind uit zuid tot zuidwest, matig, kracht 3 tot 4. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, 5 tot 6. En later af en toe hard, 7. De vooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag nog enkele buien, daarna overwegend droog. Middagtemperatuur rond 17 graden. Tot zover het 8 uur journaal. Goedenavond.